In het voorjaar van 1977 verscheen er in een aantal bladen een advertentie waarin bemanningsleden werden gevraagd voor een ruimtelaboratorium. Van de 2000 Europese sollicitanten haalde er slechts eentje de eindstreep, Wubbo Ockels. Dit ruimtelaboratorium gaat over enkele weken zijn allereerste vlucht maken, maar helaas, Wubbo moet wachten op de tweede vlucht. De AVRO volgde Wubbo in de afgelopen anderhalf jaar en maakte de nu volgende documentaire. De titel voor dit programma werd door u zelf gemaakt, want na aanleiding van onze ruimtequiz, waarvan u de juiste antwoorden aan het eind van deze uitzending krijgt, koos de jury voor de benaming Wubbo Ockels, de zwevende Hollander, als meest originele omschrijving voor een Nederlandse astronaut. Veel plezier met Wubbo Ockels, de zwevende Hollander. En nu, kijk, nationale trots, ik vind dat eigenlijk zo'n gek woord. Maar ik merk steeds vaker dat ik er een goede portie van heb. Want wie krijgen we nu toch weer hier? Recht uit Amerika, via Duitsland, vanavond even voor ons overgewipt in een auto die we snel gestuurd hebben, omdat we hem anders een hele tijd niet zullen zien. Die ene Nederlandse ruimtevaarder die in 83 in de zomer de ruimte in zal gaan, Wubbo Ockels, daar is hij. Hallo. Wie is Wubbo Ockels? Dat ben ik. Wat u meer weet. Kan je een schets geven van jezelf? Nou, dat vind ik wel moeilijk. Ik ben 31 jaar. Ik ben over het algemeen, redelijk speels geweest in de dingen die ik heb meegemaakt en de opleidingen. Nooit zoveel zin gehad om ontzettend snel doelgericht een bepaalde carrière na te streven. Toch altijd meer geprobeerd om iets meer aan mezelf te werken en te reageren gewoon op de aanbiedingen die je krijgt. Ik ben over het algemeen iemand geweest toch wel met een beperkte interesse. HBSB gedaan en daarna natuurkunde gaan studeren. En ook daarna dus met het promotieonderzoek nog weer in die richting doorgegaan. Ik geloof ook dat ik een echte doe-het-zelver ben. Ik doe bijna alles zelf, ook in de research. Krijg ik het ook moeilijk voor elkaar om dingen uit te besteden en te wachten en zien wat er dan weer terugkomt. Ik wil het vaak toch wel zelf doen. Ik zou zeggen erg technisch georiënteerd. Ook wel een klein beetje misschien af en toe wat sportief. In ieder geval is dat dus een goede basis geweest voor deze hele medische keuringen, denk ik. Voor 23 mei 1977 moesten de sollicitaties binnen zijn voor de baan van bemanningslid op het Europese ruimtelaboratorium Spacelab. Jan Flinterman gaf een stand van zaken. Daar hebben we nu al een 30 tot 40 reacties op gehad. En het is wel leuk, meestal van zeer serieuze, zeer hoogwaardige kandidaten, maar ook enkele van een paar kinderen, twee meisjes, die waren samen 24 jaar, dus dat was oud genoeg en die deden alles samen, die hadden alles samen opgeteld. En ook kregen we nog een aanmelding in gedichtvorm, heel positief, maar heel leuk van iemand. Dus ik verwacht dat daar een behoorlijke aanloop voor is gekomen. Nou, zullen we eens even kijken. U kunt die beide kaarten zo goed zien? Ja. Wilt u dan eens van de rechterkaart gaan lezen, bij de rode streep als dat mogelijk is? ADNXTZU. In Nederland solliciteerden 192 mensen naar deze baan, bemanningslid in een ruimtelaboratorium. Er werden 43 kandidaten opgeroepen voor een medische en een psychologische keuring die voor het grootste deel werd uitgevoerd in het luchtvaartgeneeskundig centrum in Soesterberg. Op grond van de keuringsresultaten werden 9 personen opgeroepen voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Op 16 augustus 1977 togen deze kandidaten naar Delft. Een van hen was Wubbo Ockels. Het feit dat we onderhoud moeten kunnen hebben, meneer Ockels. U bent een van de 9 kandidaten die in dit interview vandaag participeert. Voor de 5 kandidaten die we dus straks zullen voorstellen in september aan ESA.
aan heren. Ik zou willen zeggen, de conversatie is geopend. Wat ik zelf als belangrijkste reden vond om hier voor te gaan solliciteren. En dat is geweest voornamelijk de interesse in het soort werk wat geëist wordt. Waarvan ik verwacht dat dat voornamelijk bezig zal zijn. Wubbel Okkels in gesprek met de sollicitatiecommissie. Nederland moest 5 kandidaten aan de Europese ruimtevaartorganisatie ESA voorstellen. De commissie besliste diezelfde dag nog wie er in de finale kwamen. De gelukkigen werden gebeld, ook Wubbel. Nu we dan de volgorde hebben opgesteld min of meer, zullen we dan maar eens een keer een van de kandidaten gaan bellen. En maar eens aanmelden dat ze voor de verdere selectie, en dat zetten jullie natuurlijk aan een bijzonder tijdschema vast, want morgen gaat het. Morgen gaat het al draaien, dat moet 24 augustus, moet dat helemaal klaar zijn, het specialistisch onderzoek. Nou, dan zullen we maar beginnen met de eerste te bellen. We zullen eerst maar eens kijken of Okkels thuis is, anders is het wel misschien thuis. Er schijnt niemand thuis te zijn. Of ik had gehoopt dat zijn vrouw zo thuis zijn. Want hij moet Joost Okkels. Mevrouw Okkels? Ja. Ja, goedendag. U spreekt met Flinterman. U zal zeggen, wie is Flinterman? Ik was voorzitter van de selectiecommissie voor Space Lab bemanning, waar uw man vandaag geweest is. En hij is pas vanavond om 11 uur thuis. Maar wilde u vertellen dat hij voor verdere selectie in aanmerking komt? Nou, fijn. Ja? Ja. Hoe staat u er tegenover? Op dinsdag 30 augustus 1977 werden de Nederlandse kandidaten in Perscentrum Nieuwspoort voorgesteld. We vroegen hen een reactie op hun uitverkiezing. Nou, in de eerste plaats vind ik het een hele positieve ervaring, omdat je een enorm aantal ervaringen op kunt doen. Niet alleen de hele keuring vooraf, maar ook deze dag alleen al. Dat kan natuurlijk, dat is een hele positieve ervaring. En als je in de toekomst eventueel nog verder nieuw geselecteerd wordt, kun je dat aantal ervaringen nog enorm uitbreiden. Ik was dus erg blij gisteren met het telefoontje dat het inderdaad toch waar was en dat we erbij horen. Ik vind het erg verrassend. Ik moet zeggen, ik heb gesolliciteerd niet met in mijn achterhoofd van ik ga weer een van die jongens horen die verder in de Europese selectie gaan. Het is wel een grappige ervaring. Ja, wat moet je er verder van zeggen? Je blijft er vrij objectief nog tegenover staan, gewoon omdat het ergens onderweg is in een lange rij van selecties. Wel leuk eigenlijk, ook omdat je, nou, je beseft dat je er niet voor niets gekomen bent. Dat je gewoon beter was dan een aantal anderen. Dat is nou, grappig op zich. Dus ik was helemaal stom verbaasd toen die Flinterman mee opbelde. En erg blij. Ik had alleen geen tijd om het af te reageren, want ik zat minder in een bespreking. Dus ik kon tegen niemand zeggen van nou man, het is gelukt. Maar heel erg blij. Meneer Okkels, u heeft vandaag gehoord dat u tot de 5 kandidaten behoort. Hoe is dat op u overgekomen? Nou, ik vond het erg blij natuurlijk. Ook erg fijn. Ik heb het idee dat die baan, die, zoals die wordt voorgesteld nu, zo, van hetgeen wat ik ervan weet, iets is waarin ik me heel erg goed in zou thuis voelen. Dat de baan zoals die omschreven is, zeg maar, op mijn hart geschreven is. Dus ik vind het ontzettend fijn dat ik daartoe behoor op het ogenblik nog. Uit heel Europa waren de eindkandidaten naar voren geschoven. ESA moest uit 53 kandidaten een keuze maken. Gesprekken met een panel werden opgevolgd door proeven. De kandidaten werden in verschillende Europese landen medisch en psychologisch getest. Het reactievermogen werd gemeten en de reactie in een stresssituatie moest worden bepaald. De baan van ruimtevaarder is nog altijd een baan die hoge eisen stelt aan de mens. In de eindselectie zat 1 vrouwelijke kandidaat, een Française. Ze bleef tot het laatste moment een van de serieuze kanshebbers, al zou ze het uiteindelijk niet halen.
Hier zien we hoe bij een Italiaanse kandidaat, Franco Malerba, bloed wordt geprikt. Bij de mensen die in deze fase werden getest, zaten ook de eindkandidaten. Zoals de Duitser Ulf Merbold, die hier wordt beproefd. Het lichaam wordt in de ruimte soms extra zwaar belast. Zoiets kan in een centrifuge op aarde worden nagebootst. Elektroden op het hoofd registreren de reactie van de kandidaat en het gedrag van bloeddruk, hersenen enzovoort. Opnieuw beelden van de Française tijdens de keuring door de Europese Ruimteorganisatie. Proeven ter bepaling van de bloeddruk in het benedendeel van het lichaam. Als we gewoon lopen, zakt het bloed naar de benen. Bij gewichtloosheid heeft het bloed de neiging naar het hoofd te stijgen. De reactie op die uitzonderlijke situatie wordt vooraf bepaald. Uit de Europese selectie kwamen uiteindelijk 4 kandidaten naar voren die op 22 december 1977 in het hoofdkwartier van ESA in Parijs aan de pers werden voorgesteld. De 4 kandidaten waren de Duitser Ulf Merbold, de Italiaan Franco Malerba, de Zwitser Claude Nicollier en de Nederlander Wubbo Ockels. Het is nu 5 dagen nadat het officieel bekend is geworden en ook Groningen er kennis van heeft genomen. Kan je rustig door de straten lopen? Ik heb nog niet veel door de straten gelopen. De enige keer was zaterdagmorgen en toen werd ik inderdaad direct herkend. Maar dat kan toeval zijn. Ik weet het niet. Je hebt nu 2 soorten tests meegemaakt. Eerst voor, laat ik maar zeggen, de nationale finale. Ja. Toen je tot de laatste kandidaten behoorde die door ons land werden afgevaardigd. En je hebt ook de test van de Europese Ruimtevaartorganisatie meegemaakt. Mm-hmm. Kan je daar nog in het kort iets van vertellen? Met name over die Europese test voordat je uiteindelijk werd uitgekozen. Nou, de Europese test was in eerste plaats veel uitvoeriger dan de landelijke test. Het was natuurlijk wel zo dat men zoveel mogelijk probeerde bij de landelijkse test normen te gaan handhaven, zodat de kans groot werd dat hun kandidaten doorkwamen. Sommige landen zijn er beter in geslaagd dan andere landen. Ik dacht dat Nederland het voordeel had dat in Soesterberg, waar de medische en psychologische testen werden gedaan, dat Soesterberg in wezen ook een rol speelt in uiteindelijk Europese selectie. Dat betekent dat ze dus daar uitvoerige apparatuur hadden, uitvoerige kennis konden nemen van de maatstaven en zo. Maar op zich waren dus de Europese testen waren uitvoeriger. Bestonden in wezen uit 4 verschillende groepen. Er was een test door middel van een interview door een technisch panel in Parijs. Er was een interview door een wetenschappelijk panel, commissie. Er was een 4 dagen durende psychologische test Hamburg, dus door de psychologische commissie. En er waren uitgebreide medische keuringen uiteraard. Een klinisch medische keuring van een week in Parijs. En nog speciale medische testen voor speciale provocaties in een centrifuge, gewichtsloosheid en nog wat andere grappen. En dat was voor mij in Bonn. Wanneer zal je 100 kilometer boven de aarde cirkelen? 200 is het. Ik dacht dat de lanceerdatum voor de eerste vlucht is 3 december 1980. Ik geloof wel dat mocht ik daar niet omhoog gaan, dat ik heus wel in de jaren daarna een keer omhoog zal gaan. Mevrouw Ockels, hoe vond u het toen uw man solliciteerde als astronaut? Nou, de eerste keer dat die erover sprak, toen heb ik er heel erg om gelachen. En toen zei ik, nou, dat doe je toch niet. En toen heeft hij het wel gedaan. En toen kwamen die stencils terug met nadere informatie. En toen hebben we er wel een aantal keren over gesproken. En nou ja, dan groei je erin en toen vond ik het ook wel erg leuk dat hij het deed.
Wubbo werkte in het kernfysisch laboratorium in Groningen. Ik ben hier in 1973 begonnen met verschillende werkzaamheden. Die moesten leiden tot een promotieonderzoek. Ik heb verschillende technische werkzaamheden gedaan. Vooral aan spectrograafdetectoren. Dat is eigenlijk helemaal nieuw hier in het instituut. Sinds anderhalf jaar ben ik bezig met multipliciteitsonderzoek, zoals dat heet. Dat is eigenlijk ook een nogal nieuwe stroming. Van dat werk ben ik nu een proefschrift aan het schrijven, wat ik binnenkort hoop klaar te hebben. Op 15 september 1978 was het zover. Wubbo Okkels verdedigde aan de Rijksuniversiteit van Groningen zijn proefschrift. De hoogleraren die de universiteit vertegenwoordigen, komen de zaal binnen. Wubbo Okkels met zijn vrouw Joos en de twee pananimfen die hem terzijde staan volgen. Er is veel belangstelling voor de promotie, ook al omdat Wubbo ruimtevaarder begint te worden. Als de specialisten onder elkaar zijn, wordt het voor de leek een tikje ingewikkeld om de conversatie te volgen. U hoort Okkels bij de verdediging van zijn proefschrift. Ik wou hier graag reageren. Op uw vragen die u heeft. Waarmee ik eigenlijk het makkelijkste kan beginnen met de laatste opmerking die u had. En dat was het noemen van concurrerende reacties in het hoogste gedeelte, hoogste in energie gezien, van het plaatje wat vertoond is in 4.6. Dit is een reactie die er aangegeven is die duidelijk de multipliciteit verstoort en alleen voor die energieën. Dit berust in wezen op metingen die gedaan zijn in samenwerking met Schwerk, en dat zijn de cross-sectiemetingen geweest. Het noemen van deze reacties bedoelt eigenlijk de waarde van deze punten zodanig te zien dat die misschien verstoord zijn. Nu wat betreft het algemene gedrag van... Maar in het figuurtje vind ik toch dit punt nergens opgemerkt. Nee, de bedoeling was dus om in het figuur aan te geven dat hier iets bijzonders aan de hand is, waardoor men niet resultaten zodanig leest dat men denkt dat deze resultaten die daar genoemd zijn, deze twee punten of drie punten waar het in totaal om gaat, dat men daar aan dezelfde fysische conclusies trekt als aan de andere punten in deze figuur. De professoren hebben zich voor beraad teruggetrokken en komen nu weer binnen met de uitslag. Uit kracht dan van de bevoegdheid ons bij de wet toegekend, volgens het besluit van rector en decanen der universiteit verklaar ik Rolf Hendrik Ziemsen, u Wubbo Johannes Okkels te bevorderen tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen en u alle rechten te verlenen die door wet of gewoonte aan het doctoraat in wiskunde en natuurwetenschappen zijn verbonden. Het is druk op de receptie. Dr. Wubbo Okkels en zijn vrouw begroeten bekenden die nu niet alleen uit Groningen komen, maar ook uit de hele ruimtevaartwereld. Hoi, dankjewel. Good that we didn't wrap it nice. Ja, danke. I want to be ready. You should be ready all the time. What do I have you? Het pakje van ESA bevat een verrassing. Hoewel Wubbo aan het begin van zijn carrière staat, is het toch leuk om nu al te fantaseren over het ruimtepak. ESA biedt Wubbo zijn eerste ruimteportret aan. En dan is er natuurlijk het feest na de promotie. Afscheid van de wetenschappelijke wereld. Hoe groot schat je nou zelf je kans dat je de eerste vlucht maakt? 1/3. Ja, oké, dat was te verwachten. Dan de kans dat je überhaupt een vlucht maakt. Ik heb wel eens gezegd dat de verwachtingswaarde, de kans vind ik groter dan 1, of vind ik 1. Want ik vind de verwachtingswaarde bij mij is 3, dat ik 3 vluchten maak. Nobody else.
Op 18 januari 1978 hadden de Europese kandidaten voor het eerst echt kennis gemaakt met ESTEC, het technologisch centrum van de Europese ruimtevaartorganisatie, gevestigd in Noordwijk. Daar werd een bezoek gebracht aan de uitgebreide testfaciliteiten. De omstandigheden die heersen in de ruimte worden hier nagebootst. De felle zonnestraling, de intense koude van de ruimte, het draaien van de satelliet, de trilling bij de lancering. Het stelt allemaal extra eisen aan de kunstmaan. Bij ESTEC worden satellieten grondig getest voor ze worden afgevuurd. Tijdens dit bezoek waren er nog vier kandidaten. Ulf Merbold, Claude Nicollier, Franco Malerba en Wubbo Okkels. Where we can pass. You can hear the drive system, which is fortunately is open, so you can see it. Cable connections, and then all the possibilities of hardware connections that you have. It's quite a lot, you know. It's a devil of a system, of course, to make from a spinning satellite to run through this yoke here, and then to fix the connection. So is this a readout system? Parts are lying, still lying there, but I think they're making it ready now for a deployment test for the Ariane Nosocomial, which is a thing that is. Tijdens het bezoek kregen ze alle vier een model van het Europese ruimtelaboratorium waarin ze zouden gaan vliegen. Bubbo, je hebt net een modelletje gekregen van Space Lab. Het is 18 januari 1978. Het gaat nog steeds goed. Hoe schat je op het ogenblik je kansen? Nou, er zijn er vier. En er gaat één omhoog bij de eerste vlucht. Dus die kans is 1 op 4. Er zijn meerdere vluchten. Het is de bedoeling dat onze hele aanname bij de ESA, dat een carrière planning aanname is. Met andere woorden, men heeft de bedoeling om de mogelijkheid te hebben om ons eventueel door te laten gaan tot mission specialist. En in ieder geval voor meerdere vluchten beschikbaar te houden. Dus ik geloof dat de kans uiteindelijk om de lucht in te gaan vrij groot is. De opleiding bevatte ook theoretische elementen. In het Utrechtse Laboratorium voor Ruimteonderzoek krijgen ze college. Het onderwerp is het ontstaan en het leven van sterren. A few million years to 10 million years, the star may have lost a considerable fraction of this mass. So all the mass that originally was here has been blown into the interstellar space. And then what we see at the end of the lifetime of the star is the part of the star that originally was in the center. And so in some of these stars, where the mass loss rate is at its large. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook het laboratorium te bezichtigen. Utrecht ontwerpt en bouwt onderdelen voor satellieten. We tested all parts. It's a very difficult sort of mirror, a parabolic mirror. Het gezin Okkels is intussen verhuisd naar Duitsland. Nabij Keulen worden de Space Lab activiteiten gecoördineerd. In Sankt Augustin woont het gezin. Op 31 maart 1980 bezoeken we mevrouw Okkels en vragen of ze al gewend is aan het idee getrouwd te zijn met een ruimtevaarder. Nou, in het begin was het heel ver weg, het idee ruimtevaart en Space Shuttle en Space Lab. En was het spannend om erover te horen en te lezen. En nu in al die jaren is het natuurlijk best vertrouwd geworden. En hebben we zoveel gepraat over ruimtevaart en over al die aspecten die erbij komen, dat ja, echt spannend is het niet meer. We hebben ook een tussentijdse balans. Het is 31 maart 1980 vandaag. We zitten te praten in je huis in Duitsland, in Wirrelinghoven. Als ik terugkijk naar het begin van het programma, dan was de verwachting dat je over 2 maanden ongeveer de vlucht zou maken. Inderdaad, ja. Is het veel dichterbij gekomen? Eerlijk gezegd is het iets verder weg gegaan. Dus als het over 3 jaar terugkomt, dan zeg je dat het over 5 jaar is? Nee, dat geloof ik niet. Als dat zo was, dan zou ik ermee ophouden. Dat ik dat echt zou geloven. Ik geloof wel dat we nog moeten rekening houden met minstens 2,5 jaar na nu, voordat we vliegen. Ik geloof dat ik steeds vaker een opmerking van Jan Flinterman, de oorspronkelijke voorzitter van de selectiecommissie in Nederland, voor de geest haal. Die zei, uit mijn ervaring van vroeger, dit programma dat zal een keer komen, maar het komt anders en dan ook op een ander tijdstip als dat we verwachten. En dat geloof ik inderdaad. In juli 1980 zat Wubbo Okkels in Houston in de klas. Hij en Claude Nicollier mochten van NASA de opleiding tot mission specialist volgen.
Luchtmachtofficieren trainen de astronauten in spe. Tussen de groep Amerikanen twee Europeanen. Wubbo heeft intussen zelf leren vliegen. Een vliegbrevet is voor een astronaut onmisbaar. De luchtmachtofficieren leggen uit hoe de parachute gebruikt moet worden. En vervolgens wordt er in de praktijk mee gewerkt. Intussen is het gezin Okkels uitgebreid tot 4 personen en woont de familie in Houston. Bij de astronautentraining hoort ook het gebruik van de schietstoel. Bij landing en lancering moet de schietstoel gebruikt kunnen worden. De opleiding gaat diep in op allerlei noodprocedures. Oudere astronauten nemen deel aan de training. Als een noodlanding in het water gemaakt moet worden, moet een ruimtevaarder zichzelf kunnen redden. Wubbo Okkels vond dit onderdeel van de opleiding boeiend en avontuurlijk. Je leert te reageren op allerlei situaties en je bent in staat jezelf te redden in de moeilijkste omstandigheden. Gedurende een jaar, van juli 1980 tot juli 1981, volgde Okkels de gewone astronautenopleiding van NASA. De vertragingen in het Space Shuttle-project waren de directe aanleiding om dit te doen. Er was gewoon tijd over. Claude Nicollier koos ervoor na dat jaar door te gaan. Wubbo voltooit deze opleiding na de eerste Spacelab-vlucht. Zwevend tussen hemel en aarde. Een gevoel dat al doet denken aan de ruimtevlucht. Hier is het een onderdeel van de overlevingstraining. De overlevingstraining vond plaats op een luchtmachtbasis van de Amerikanen. Men gaat er nog steeds van uit dat een ruimtevlucht overal kan eindigen. Omdat 2/3 van het aardoppervlak bedekt is met water, krijgt dit deel van de opleiding extra veel aandacht. In Huntsville, Alabama, is de opleiding voor Spacelab geconcentreerd. In een groot bassin met water wordt de gewichtloosheid nagebootst. Onder water bevindt zich een model van het ruimtelaboratorium waarin geoefend kan worden. Dit bassin in Huntsville is vroeger ook voor andere projecten, zoals Skylab, gebruikt. Skylab was een ruimtestation dat 3 maal langdurig is bewoond door 3 Amerikanen. Het Europese ruimtelaboratorium Spacelab kan worden vergeleken met dat Skylab. In Huntsville staat ook het model van Spacelab waarin alle experimenten tot in den treuren worden gerepeteerd. Wubbo en Ulf hebben in de afgelopen jaren in dit model al heel wat uren doorgebracht.
Ook in Houston staat een model van Spacelab. Indrukwekkend op ware grootte. In dit model spraken we met Okkels. De eerste vlucht komt dichterbij, maar ik heb de indruk dat hij niet zoveel dichterbij komt, want hij wordt steeds naar achteren geschoven. Bekende grap, hè? Ik ben 1 juli in dienst gekomen en toen was de vlucht december 1980. Nou is het meer dan een half jaar vertraagd, maar ik ben al langer in dienst van de ESA. Dus het is iets dichterbij gekomen. Je hebt in ieder geval een contract wat jou in dienst houdt van ESA tot 3 maanden na de eerste vlucht. Dat is zeker waar. En ik verwacht trouwens zelf dat er ook wel wat meer toekomst bestaat dan nog 3 maanden na de vlucht. Het is natuurlijk een vanzelfsprekende zaak dat ESA zeer sterk bemande ruimtevaart in Europa stimuleert. En ik geloof dat het erg belangrijk is dat Europa meedoet in de enorme stormachtige ontwikkeling die mijn zinziens plaats gaat vinden nadat de shuttle echt goed gaat vliegen. Dat wordt enorm, dat is onvoorstelbaar. Bevalt het leven in Amerika je? Het leven hier heeft een aantal, vooral aan de oppervlakkige kant, een heleboel voordelen. Zoals je ziet, we zitten hier in de winter en het is mooi weer. Dat vind ik ook zalig. We wonen hier mooi. Ik woon vlakbij NASA. Ik ben heel vaak thuis, 's avonds, een vrij regelmatig leven, wat voor het gezin heel plezierig is. Ik woon hier vlakbij het water. Ik hou erg veel van zeilen en windsurfen. Ben ik nou mee begonnen. We spraken ook met Wubbo over Cape Canaveral. De laatste keer dat ik op de Cape was, waren wij met de 20 andere astronautkandidaten daar. En toen ben ik op het lanceerplatform geweest. De lift is omhoog gegaan en zo'n 60 meter boven het platform is een arm. Die hangt aan een kabel, die swingt naar buiten. En aan het eind zit een klein wit kamertje en dat geeft dan de mogelijkheid om in de shuttle te gaan als je gaat vliegen. En ik liep die arm op, wat op zich wel indrukwekkend is, want de bodem is gewoon compleet doorzichtig. Dus je zweeft ineens daar in al die grote dimensies. Vervolgens komen er ook nog 20 mensen achter je aan. Je gaat denken van, is die kabel wel sterk genoeg? Toen ging er wel door me heen dat verhaal wat ik hoorde van al die oudere astronauten. En dat is één heel belangrijke ervaring die bij al die mensen weer terugkomt. Die zegt van, ja, je traint jarenlang. En de laatste maanden train je op de Cape zelf. Elke keer als je terugkomt is die raket die is helemaal vol met mensen. Er zijn allemaal mensen omheen en in die lanceertoren. En de laatste dag ga je daarheen en stap je in je autootje. En je wordt erheen gereden met 3 andere mensen. En 3 andere mensen lopen mee en je gaat in die lift en je komt in die lanceertoren. En ineens is alles helemaal leeg. Er is niemand. Er is ook geen nauwelijks geluid. Je kijkt en dan aan de horizon ver zie je dan duizenden en duizenden mensen, allemaal op een veilige afstand. En je realiseert je dat jij stapt in die raket. Die 3 anderen die je helpen, die gaan met een noodvaart gaan die weg. En daar ben je dan. En dan moet je aftellen. En dat is een ervaring, geloof ik, die enorm indruk maakt. En een klein beetje voelde ik daarvan. T-minus 15, 14, 13, 12, 10. We are go for main engine ignition. 8, 7, 6. We have main engine ignition. Roger, Columbia rolling. Houston now controlling. Mission control confirms roll maneuver started. Going to the moon, guys. 20 seconds, thrust looks good. Roger, sounds good. Zo gaat dat, als alles goed gaat, op 28 oktober aanstaande. 30 seconds, 1 nautical mile in altitude, throttling engines down now to 68% as programmed. 38 seconds, flatboard status looks good, mission control. 42 seconds, Columbia now 3 nautical miles in altitude. 46 seconds, coming up now on creating a maximum. In de ruimte gaan de luiken van de shuttle open. De bemanningsleden van Spacelab stappen over. Ze zweven van de shuttle naar Spacelab. Dat overstappen werd op 1 september in werkelijkheid gerepeteerd op Cape Canaveral. Spacelab zat toen al in de shuttle. In een baan om de aarde gaat Spacelab beginnen aan het uitvoeren van de experimenten. De instrumenten staan voor een deel in Spacelab en voor een deel buiten op een open pallet.
Het contact met de aarde verloopt via de TDRS-kunstmaan, de satelliet die voor die laatste vertraging zorgde. En weer vroegen we Wubbo wanneer de eerste vlucht gaat plaatsvinden. Dan gaat het gebeuren in september komend jaar. Dus is de 9e vlucht van de shuttle. 1983. Ja. De 9e vlucht, STS-9, is de vlucht van Space Lab 1. We staan hier in Space Lab 1 en die staat er nog niet bij. Weten jullie nu wie gaat vliegen of niet? Ja, gistermiddag is bekend geworden dat de commander van deze vlucht, dat is John Young. En de piloot wordt Brewster Shaw. Brewster Shaw is een van de piloten van de 1978 groep. Maar jullie weten nog niet wie Space Lab gaat bemannen? Nee, wij weten niet. En wij weten dat dus de twee mission specialisten, die zijn bekend, Bob Park en Owen Garriott. En verder weten wij van onze zijde dat Ulf Merbold of ik vliegt. En dat weten we hopelijk een maand of zes voor de vlucht. Het werd Ulf Merbold. De Duitser gaat de eerste vlucht maken. De uitverkiezing van Merbold maakte de ESA in september 1982 bekend. Even later maakte Duitsland bekend dat Wubbo in 1985 zeker ook mag vliegen. Op de Duitse Space Lab vlucht. In Bremen werd een persconferentie gegeven. Zowel Ulf als Wubbo waren erbij aanwezig. We vroegen Wubbo om commentaar. Ik ben heel erg blij, eerst na de teleurstelling dat die eerste vlucht dan niet voor mij was weggelegd, die gelegenheid. Heb ik dan nu de gelegenheid en staat het zeker dat ik dan op die tweede vlucht, Europese vlucht, meevlieg. En daar ben ik ontzettend blij om. Het is een lang en mistig verhaal dat in 1977 begon. Nederland kreeg zijn astronaut. De eerste vlucht maakt hij dan wel niet, maar de tweede is voor hem. En het ziet er zelfs volgens de laatste berichten naar uit dat in de zomer van 1985 alle drie de Europese astronauten samen aan boord zouden kunnen zijn. De eerste vlucht van Space Lab werd nadat deze uitzending was gepland nog een maand verschoven. Deze TDRS-satelliet, die in april van dit jaar werd gelanceerd, veroorzaakte die laatste vertraging. Nadat de Space Shuttle de satelliet naar boven had gebracht, moest een extra raket de TDRS naar de juiste baan brengen. Die extra vuurstoot verliep niet volgens plan. De technici van NASA zijn er desondanks in geslaagd de satelliet alsnog in de juiste positie te krijgen. Met de STS-8-vlucht werd aangetoond dat alles werkt. De zonnepanelen en de antennes zijn correct uitgeklapt. De satelliet is gereed voor de Space Lab vlucht. Maar Wubbo vliegt niet. Die wacht tot 1985.